Dit komt dieper uit de kast dan jij. Kale, lelijke broeken met een gat erin. Echt, ik snap het niet. En dat doet mij zoveel pijn. Tot de dag van vandaag. Hakka. Hij is altijd furry. Ik ben altijd furry. Hij is furry, alles furry. Vol furry, hè? Furry. Abonneer op. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Hi. Vandaag zit ik weer met Elia. Nooit vervelen. Nee, het gaat gewoon niet vervelen. Anyway, daar zijn we weer. En ik heb weer een hele leuke video voor jullie. Maar echt? Namelijk een style challenge op ja, een style ik battle. Ik vind dit echt oprecht een heel leuk concept. Ja, dit is mijn nieuwe serie. Dit is al de tweede in deze serie. Dus als je de eerste nog niet hebt gekeken, ik zet een linkje go in de beschrijving. Go watch. Want jullie krijgen hierbij ook de kans om te stemmen. De vorige keer is er ook gestemd en ik weet dat jullie gewoon lief proberen te zijn voor mijn gasten. Maar hallo, jullie mogen ook gewoon erbij stemmen. Nee, maar hallo, ik weet sowieso dat ik ga winnen, want ik ben echt heel goed in styling. Nou, de vorige keer heeft Christina gewonnen en op zich wel verdiend, want haar outfit was ook echt superleuk. Dus ja, nu mogen jullie ook stemmen. Dus stem op mij deze keer. Dat klinkt heel erg uit. Dat was niet de message van mijn video. Anyway, we gaan gewoon beginnen. Nou. Maar we hebben ook een video opgenomen voor Elio's kanaal. Yeah. Dus hij wachtte echt op het moment. Ik dacht echt, wanneer krijg ik het? Gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we net gedaan voor jou? Oh ja. De Whisper Challenge. Ja, en ik heb echt... Nou, laat maar. Ik ben... Jij bent niet goed in challenge. Nee, dus daarom ga ik deze gewoon winnen, jongens. Gun het maar. Hoe is die bata? Nee, ik ben echt goed in styling, ik weet het zeker. Dat is echt iets waar ik heel zeker van ben. Oké. Hoe is die bata? Wil je ook even kijken, zit een linkje in de beschrijving. Als je nu al zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vind je een leuke reactie achterlaten en natuurlijk ook niet. Abonneer op. Oké, we gaan gewoon beginnen. En we beginnen eventjes met jouw stijl. Ik bedoel, van dat is wat we hier gaan zien. En natuurlijk ook mijn stijl, maar wij kennen jullie al een beetje. Nu about Elio. Hoe zou je eigen stijl omschrijven? Ik zou mijn eigen stijl omschrijven als vintage chic, maar ik ben wel heel divers. Het kan echt van chic naar een beetje urban, meer naar, I don't know, ik ben ook wel van een mixer. Maar mijn signature stijl is wel echt vintage chic. Vintage chic, dat klinkt ook gewoon heel pakkend. Bam girl. Bam girl. Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Oh, ik kreeg gewoon een vraag terug. Toch? Dat is leuk. Ja, ooit noemde ik het street chic. Ruffle buffle. Sorry. Wat betekent dat? Ik weet niet, maar je houdt van ruffles toch altijd? Je hebt altijd die flares en ruffles en dingetjes. Oh, het is een periode in mijn leven. Oké. Nee, ik manipuleer. Ik ken die dan toevallig. Ja, dat is het. Nee, ik hou altijd van de combinatie tussen hele stoere items en vrouwelijk. Dus als ik bijvoorbeeld een bomberjacket draag, moet er wel een hakje onder. Als ik een chique jurk draag, dan misschien doe ik... Nou, boots net weer niet, maar een chunky sieraad of zo. Ah, ja. Dus ik hou altijd van die tegenstellingen. Hoe omschrijven andere mensen jouw stijl? Hoe omschrijven andere mensen mijn stijl? Ja, jeetje, dat zou je nu moeten vragen, denk ik. Maar heb je het nooit gehoord of zo? Hoe word jij omschreven? Ja, dat ik is, kan me voorstellen dat bij jou echt wel altijd... een naam is of zo. Dat mensen jou echt wel zeggen. Ja, androgeen meestal. Je androgeen noemen ze het. Even uitleggen voor androgeen mensen die kijken die niet weten wat dat androgeen is. Androgeen betekent dat je eigenlijk de mannelijke features en vrouwelijke features... kenmerken goed kan handelen en goed kan combineren en dat het past bij je lichaam en hoe je eruit ziet. Ja. Ja, gebruik gewoon mannenproducten en vrouwenproducten en combineer dat gewoon in mijn stijl. Komen we meteen bij mijn volgende vraag. Liever damesmode of liever herenmode? Oh, ben ik echt niet mee eens. Gewoon allebei de mode. Ik haal sowieso niet van die hokjes dames of vrouwen. Maar uiteindelijk, als jij gaat shoppen, ga je liever naar een dameskledingwinkel of naar een herenkledingwinkel? Dan ga ik liever naar een dameskledingwinkel, want die hebben veel meer, die hebben ook best wel mannelijke items en vrouwelijke items. En mannen hebben alleen maar gewoon saaie dingen. Sorry, mannen mogen echt niks. Mannen hebben echt zulke saai fashion. Ja, oké. Dat is al jaren hetzelfde ook gewoon. Klopt, hè? Qua kleuren, qua... Het is gewoon een broek, een sneaker en een trenchcoatje of een jas of een jackie en... Basic ding. Paillette of bont? Faux fur of paillette? Ja, oké, faux fur. Oh, dat is heel gemeen lastig, hoor. Ik ben nooit van de of, ik ben altijd van de en in mijn leven. Gewoon en dit en dat, niet of. Oké, maar... Als echt dood te gaan, ik zou moeten kiezen... dan kies ik voor faux fur. Vopper. Ja, want ik heb lang haar en dat is met Piet toch altijd wel een beetje kut. Ja. Toch, het blijft altijd hangen. Dus dan, dat heb je met Vopper niet. Ja, nee, ben dus je al, de helft van je weave ben je kwijt, hè? Ja, ik heb eigenlijk ik heb gewoon all natural. Ah. Oké, af en toe moet ik even spieken. Kleur of zwart-wit? Kleur! Hell yes! Wow, dat was duidelijk. Dit is enough zwart-wit wat iedereen altijd al draagt. Kleur! Draag je überhaupt zwart? Ik draag wel zwart en wit, vind ik ook wel mooi. Dus ik heb een
laatst een kanten topje aan, zwart, met een mooie 70s white pant. Met een zwarte hakken onder of een zwarte loafer. Fantastisch, echt. En daar ook helemaal... done right, it is done right. En all black is ook goed, maar lieve kleur, jongens. Het is allemaal altijd zo zwart en grijs buiten. Het is zo saai. Is waar. Hakken of plat? Hakken. Ja? Ja? Ik ben echt een loafer fan. Ik hou echt van loafers. Maar hakken is toch altijd wel die Chinese kwaag. Mannen op hakken, hun benen zijn ook, vind ik meestal mooier dan vrouwenbenen. Omdat ze wat spieren zijn op een hak, zijn ze gewoon nog mooier. Het is gewoon net die sassiness, hakken sowieso. Okay. Het zit wel niet lekker, la 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 la, maar gewoon hakken. Oké. Okay. Hakken, hakken, hakken. Liever designer kleding of liever gewoon mainstream H&M met je Zara? Nee, designer kleding. Designer kleding? Ja, ik hou van one pieces voor dingen die, van dingen die andere mensen niet hebben. Okay. En dat H&M en Zara, dat heeft de rest ook. Dus ik hou echt van, daarom hou ik ook heel graag vintage. Daarom hou je vintage. Ja. Dat is ook wel waarom ik vintage kan waarderen. Want je komt wel altijd iets tegen. En je hebt daar nog echt die stoffen die, en die kleuren die je gewoon nu tegenwoordig niet meer vindt. Ja, wat is het beste vintage item dat je ooit hebt gescoord? Oh meid, dat is zo lastig. Oh, dat vind ik echt zo lastig. Want ik hou zoveel van mijn teddycoats, maar ook van mijn pailletten shirtjes en mijn broeken. En bij welke kledingwinkels ga je het liefst shoppen? Bij ons vintage. Bij ons vintage, gewoon ook echt een vintage winkel. Ja, ja, ja. En maar je zei dat je van designers houdt. Wat voor designers vind je dan geweldig? Ik vind Dennis, als ik een Nederlandse bodem, echt Dennis Diem. Die maakt hele cultuurachtige dingen. Maar ook Claes Iversen of Bas Kos is dus weer heel rebels uitgesproken. Of Bissabine Staart is weer heel kleurrijk. Wat dat betreft ben ik wel heel divers. En pak ik bij die designers dan wel dingen die bij me passen. Mm-hmm. Maar ik hoor geen Dior, ik hoor geen Gucci, ik hoor geen... Nee, ja, ik heb niet die money's nog om daar te gaan shoppen, dus ik kom ook niet in die winkels. Ik wil gewoon die doekoe. Nee, ja. Maar staat zoiets op je verlanglijstje? Tuurlijk wel. Wat ja, staat op je verlanglijstje? Queen kleding. Want wacht. Ik wil even 5 seconden om uit te leggen wat echt mij pijn heeft gedaan in onze vriendschap. Is dat een vriendin van ons, goede vriendin van ons, heeft een Chanel tas gekocht. En deze boy snapte niet waarom wij liefde hebben voor een Chanel tas. En dat doet mij zoveel pijn. Tot de dag van vandaag. I could just cry. Wat voel je wel? Ik vind dat grotere tassen, mannelijke tassen, die grote vind ik weer mannelijker of zo. Mm-hmm. Ja. Nou, ik wilde ooit die Louis Vuitton tas. En dan niet die bruin-zwarte, maar die grijs-zwarte met die blokjes. Ja, die heb ik al. Oh, die heb je? Ja. Yeah. Oh, oké, okay, girl. Ja, yeah, dus daar ben ik wel happy mee. Maar ik wil heel graag een Moschino tas. Ja, yeah. Oh, die zijn niet zo heel... Die ene, die 500, 1600 euro of zo. Oh. Die ene, dat lijkt op een shirt, t-shirt of op een... Oh, die ja. Cool. Ja. Ja, of dat is Jeremy Scott, of is het... Nee, is Moschino. Moschino, ja. Trouwens. Moschino? Moschino. Oh, Moschino. Wat is je favoriete item van het moment? Dus wat is je favoriete trend of je favoriete... Oh, favoriete item is, we komen nu net uit de winter. Dus dan was het, in de winter was het echt teddycoat. Love teddycoat. Hij is altijd furry. Ik ben altijd furry. Hij is furry, alles furry. Full furry, hè? Furry. Maar favoriete item voor de lente gaat worden, denk ik echt... Ik hou van die bodysuits. Vind ik echt mijn ding nu. Die denim bodysuits of bodysuits aan zich. Heerlijk. Je trekt het aan, je doet een goede loof eronder. Oh, wel met lange... Lange benen, ja. Maar dan is het een romper toch? Ja, ik dacht dat. Ja. Nee, dat is wel een bodysuit. Ja. Dit is een jumpsuit bedoel je? Jumpsuit, ja, sorry. Ja. En welk item zou je juist nooit meer dragen? Wat nog van jou gewoon nu Nou, ik heb het zelf nooit gekocht. Maar die kale, lelijke broeken met een gat erin, echt, ik snap het niet. Welke? Die trend moet eruit. Wat, ripped jeans? Die ripped jeans, die met die kapotte knieën die mensen maar te pas en te onpas doen. Ik snap het niet. Ik draag het ook. Echt kale, lelijk. Je koopt een broek omdat je iets aan wil. Niet omdat je erbij wil lopen als een zwerver. Ik vind het zo lelijk. Heel vaak is het toch gewoon één groot gat op die knie. I don't get this. Kom op. Het ziet er zo uit. Het laat eigenlijk toch heel sexy gewoon nog even net. En heel vaak hebben ze helemaal geen sexy knieën. Maar denk je... Ik ga een keer ripped jeans voor jou aantrekken. Dan gaan we kijken wat je ervan vindt. Ik vind het gewoon niet mooi. Ik vind het echt niet mooi. Het is gewoon kapot. En dan ga je het aandoen. Oké, nou. Ik heb een verrassing voor jou. Ik heb namelijk iets voor jou wat je wel heel mooi vindt. Ik heb het echt heel diep uit mijn eigen kast moeten halen. Omdat ik het zelf bijna nooit draag. Oh, dus je mag het halen. Dat ding komt dieper uit de kast dan jij. Woehoe! Yes. Kan je wel mee. Maar ja, dit ga je natuurlijk ook niet meer terugkrijgen nu. Dus die gaan we allebei stylen. Kan je daar wat mee? Ik kan er zeker wat mee. Ja, wat vind je van de glittertop? Is het helemaal jouw ding? Het is helemaal colorful ook, jongens. Hey, doe je Ik ga misschien eigenlijk een challenge winnen. Oh my god! Want jij hebt dus een shirtje meegenomen wat ik eigenlijk al in mijn kast heb hangen. Je hebt echt 10.000. Ja, meid. Echt, dat is echt mijn ding.
Paillet is leven. Echt waar. Paillet is leven. Dus ik hoop dat ik deze challenge een keer ga winnen. Want ik verlies alle challenges op mijn kanaal met jou altijd. Ben je nu aan het lobbyen? Even serieus. Voor stemmen. Oh ja, jongens. Get out of the picture. No! Stop it! Oké, maar hoe ga je het stylen? Wat ga je doen? Hoe ga je dit stylen? Dit is echt wel in mijn straatje dit. Maak het spannend, baby. Alrighty, Elio, wat heb je ervan gemaakt? Nou, ik vind het altijd belangrijk dat je kleuren laat terugkomen in je outfit. Dat noem ik altijd hashtag doorgecombineerd. Dus ik heb gekeken naar wat zit er eigenlijk qua kleur in het shirt. En er zat dus in heel veel. Blauw, groen, roze en goud. Dus voor de broek dacht ik, ik ga op dat groen. Want ik had een mooie groene broek erbij. Mm-hmm. Want het blauw had ik ook nog even geprobeerd en het roze ook. Maar dat stak een beetje te veel af met het zwart. Want in de broek zit namelijk ook nog een klein zwart embleempje of zo. Dit klinkt bijna als statistiek, weet je wel? Ja, maar zo is mijn stijl. Dus dat groen komt mooi in de broek terug. Maar het zwart komt ook in de broek terug. Toen heb ik voor de accessoires en de loafer gekozen voor goud. Want dat zit hier ook in. Ja. Dus dan is de loafer gecombineerd met de sieraden en de riem. En ja, en heb ik blauw van het shirt weer terug laten komen in mijn zonnebril. En daar zit ook weer goud in, ook weer zwart. Dus alles is helemaal, hashtag roze, doorgecombineerd. Ja. En waar zou je dit naar aantrekken? Ik zou dit gewoon aantrekken, gewoon een gezellige lunch met vriendinnen. Of ook nog wel een etentje of zo, ja. Ja, en als je uit zou gaan, zou je dan nog gewoon spicy hakken eronder aan doen? Ja, zeker. Zou ik op een zwarte hak eronder doen. Of een gouden hak, die bestaat, nooit gevonden helaas. Maar oké, cool. I love it. Ja. Ik was heel erg geneigd om er gewoon zwarte broek bij te doen. Ja, dat standaard. Is het eerste gevoel. Het eerste waar je over nadenkt. En toen dacht ik, nee, ik ga het lekker anders doen. Ik ga gewoon voor een denim pak. Ik vind het heel chill dat dit een pak is. Het is van Monkey. Ja. En het is gewoon high waist, zoals ik altijd wel draag. Eigenlijk vind ik dat er een riempje bij hoort. Maar ik was mijn riem thuis vergeten. Wat ik heel zuur vind, want dan de outfit echt afgemaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de top iets te zwart vind bij dit lichte denim. Maar met zwarte schoenen erbij vind ik het wel goed kunnen. Je hebt het wel dan een beetje doorgecombineerd inderdaad. Het zwart hashtag doorgecombineerd. Ja. Maar op zich, ik vind je outfit echt fantastisch. Ja. Ik zou het zelf ook dragen. Wat zou je anders doen? Het pak maakt het shirt bij jou. Dat is zeker waar. Dit is de enige manier waarop ik dit pak nog zou dragen. Ja, dat ging om stylings. En anders zou ik het denk ik te opvallend vinden. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje gedowngrade, denk ik. Ja. Het shirt zelf. Maar dat monkeypak moet ik ook hebben. Dat moet je hebben. Ja, moet ik die is hebben. Leuk, hè? Ja, ja, met die paardjes met de kanten topje eronder. Bam, girl. Wit, zwart, alle kleuren. Om het nog even af te maken, ik heb er zwarte schoenen bij gedaan. En dat zijn dezelfde heels die ik de vorige keer ook aan heb gedaan. Gewoon omdat ik deze echt super graag draag. Maar sta je ook leuk. Ik vind het ook zo'n Larissa hakje. Ja, perfect zijn ze. Want je had laatst een ASOS Naked Fashion-achtig shopblog gemaakt, volgens mij. Ja, dat kwam deze ook in. Ja, er zaten drie van die kleuren. Ja, precies. Ja. Echt heel heftig. Ik ken je video's echt te goed. Wauw. Love it. Maar goed, ja, dus we hadden allebei echt een super verschillende look. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Vind ik echt top. Ja. En ja, ik denk dat we allebei winnaars zijn. Maar weet je, laat gewoon je stem horen. En laat gewoon weten wie het beter heeft gedaan. Nee. Laat een leuke reactie Vraag achter. Vraag gewoon af wie heeft het pak shit verborgen en wie niet. Anyway, ik vond het echt super leuk. Ik vind het echt een leuk concept, schat. Ik ben echt trots. Top. Ik vind het echt er leuk komt ook weer een derde aan natuurlijk. En dan laat ik jullie weten wie er heeft gewonnen. Maar vergeet nu eventjes niet te liken en te reageren. Wat jouw favoriete look was. Of hoe jij het zou dragen. Ja. En natuurlijk abonneer op onze kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doei. Ik moet echt wel mijn fashion op orde krijgen. Ja. Dat kan ik nooit een styling video. Fashion. 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 Modern day. And the vintage day. Okay, yes. Waarom zijn we dit gaan doen? I don't know. En moet ik het ook teruggeven of mag ik het houden?